Opnieuw kunnen we zeggen dat we een fantastisch wielerjaar hebben gehad. En ik denk dat het wielerjaar 2023 juist zo groots was, omdat de grote kampioenen opnieuw ver voor de finish al durfden te koersen. Tadej Pogacar, die bepaalde koersen heeft gekleurd. Jonas Vingegaard, die echt in de aanval heeft gereden en in de Tour het verschil maakte vanuit de tijdrit, na een schitterend duel van ruim 2 weken met Tadej Pogacar. Ja, en als we gaan kijken vanuit Nederlands perspectief, dan stak Mathieu van der Poel er natuurlijk met kop en schouders bovenuit. Het WK veldrijden, Milaan-San Remo met een prachtige demarrage op de Poggio. De versnelling in het Carrefour de Larbre, waar Wout van Aert dan de pech had dat hij lek reed, maar waar Mathieu vervolgens solo naar de zege in Parijs-Roubaix reed. Ja, en tenslotte natuurlijk het fantastische wereldkampioen in Glasgow, wat voor Nederland van historische waarde was. Toch kies ik niet voor het moment van het jaar voor Mathieu van der Poel, omdat ik denk dat we anders 4-5 dezelfde video's hier op Wielerflits krijgen. Ik kies voor de overwinningen van Wout Poels in de Tour de France en in de Vuelta a España. Er is maar één Nederlander die dit jaar zegens heeft geboekt in de grote rondes. En die ene Nederlander was dus Wout Poels en hij sloeg dan ook nog eens 2 keer toe, zowel in de Tour als in de Vuelta. Verrassend eigenlijk, want als je gaat kijken naar het palmarès van Wout, hij pakte af en toe wel zijn overwinningje mee, met als hoogtepunt natuurlijk Luik-Bastenaken-Luik in 2016. Maar een veelwinnaar was Wout Poels zeker niet. Als je dan gaat kijken tot maar één Nederlander wint, terwijl we renners als Mathieu van der Poel, Dylan Groenewegen en Fabio Jacobsen hebben, sprinters, echte winnaars, ja, dan is dat echt wel opmerkelijk dat Poels de meest succesvolle Nederlander in de grote rondes was. De Alpenrit naar Saint-Gervais-Mont-Blanc. Als je zag hoe Poels daar berekenend meeging in de vroege ontsnapping. Hij kwam daar met goede renners als Wout van Aert en Maurice Soulaire vooruit. En hij wist dat hij Wout van Aert alleen maar kon lossen op het steile stuk net voor die slotklim. Daar plaatste hij de demarrage om vervolgens de afdaling in te gaan, de korte afdaling. En met een voorsprong van zo'n 20, 25 seconden aan de slotklim naar de Mont Blanc, om het zo te zeggen, te beginnen. Uiteindelijk won hij die rit ook nog eens met ruim 2 minuten voorsprong. Ja, dat geeft aan hoe fantastisch hij heeft gereden. Zeker als je weet dat Wout van Aert ook iemand is die zijn krachten goed kan indelen en nog genoeg over had voor die slotrit. Tactisch briljant gereden, fysiek ijzersterk. En hetzelfde deed hij eigenlijk ook in de voorlaatste rit in de Vuelta. Daar kwam hij ook via een vroege ontsnapping vooruit met een kopgroep, met onder andere Remco Evenepoel, die de torenhoge favoriet was. Opnieuw maakte Wout ijzersterke tactische beslissingen. Hij ging niet afwachten totdat Evenepoel aan zet was, maar hij zorgde dat hij net elke keer iets eerder in de aanval ging. En van daaruit, wetende dat hij van voren zou zitten, dus vanuit het defensief eigenlijk ook aanvallend eigenlijk vanuit het defensief kon koersen. Hoe hij dan vervolgens de slotsprint ingaat, door voor de laatste bocht al aan te zetten, eigenlijk van veel te ver. Ja, daarmee verraste hij Evenepoel en die kwam uiteindelijk maar een paar centimeter op de streep tekort. Voor Wout waren het 2 schitterende zegens. Zegens, ik denk, die het hele peloton hem gunde. Wout, ja, is een van de meest geliefde renners in het peloton. Ik ken hem al jarenlang. Altijd in voor een grapje. Wilde eigenlijk zich altijd een beetje voordoen als de held op sokken. Maar als je gaat kijken hoe serieus hij voor de sport leeft, hoe serieus hij ermee bezig is, dan is hij gewoon een voorbeeldprof. Prachtig was natuurlijk ook het moment met zijn vriend Pieter, die aan Saint-Gervais-Mont-Blanc in de laatste bocht ongeveer stond en hem nog een high five kon geven. Ik kwam Pieter, die ik ook al jaren ken, later in het jaar in Blitterswijk, waar een wielercafé rond Wout Poels was, opnieuw tegen. En toen gaf hij aan waar zijn vriendin bij stond. Die dag van Saint-Gervais-Mont-Blanc was ongetwijfeld de mooiste dag in mijn leven, zegt hij. Ik ga ervan uit dat die dag zelfs nog mooier gaat zijn dan later mijn huwelijk. Zijn vriendin keek hem toen wel een beetje vreemd aan. Maar bij Pieter kwam het echt welgemeend uit zijn mond. Wat dat betreft is Wout iemand die iedereen de successen gunt. En dat betekent voor zijn naasten natuurlijk ook heel veel. Prachtige zegens van Wout. En ik zou zeggen, Wout, maak komend jaar het trio vol. Na zegens in de Tour, na zegens in de Vuelta. Ook die ritzegen nu pakken in de Giro.